Zij heeft me gewoon laten zitten met de huur. En op een of andere dag zei ze van, ik kan het niet meer betalen. Jij hebt niet gezegd van, joh... Nee, ze heeft zelf die keuze genomen om weg te gaan met mij. En dat kwam bij jou als een donderslag bij heldere hemel? Natuurlijk, tuurlijk. Ze heeft naar jou toe iets naar uitgehaald toe wel, wat ja, onvergeeflijk is. Naar mij toe wel, ja. Dat is echt iets heel ergs dus. Ja, dat vind ik wel. Mijn vader was voor 99% doodverklaard. En mijn zusje heeft niks van ze laten horen. Dus zover gaat het dus. Ja. Marijke heeft twee dochters. Met allebei haar dochters heeft ze goed contact. Alleen onderling hebben die twee al 20 jaar ruzie. Dat vindt Marijke natuurlijk verschrikkelijk. En zelfs toen ze een half jaar geleden in het ziekenhuis kwam na een hartinfarct, was dat voor haar dochters geen reden om het eindelijk eens bij te leggen. En toch gaan we het dankzij twee zussen van Marijke vandaag proberen. Ja, want Marijke zelf heeft er geen idee van dat haar twee zussen dit initiatief genomen hebben. Rita en Corrie die zo graag willen dat hun nichtjes het na 20 jaar weer bijleggen vandaag. Goeiedag, hi. Bert. Rita erin. Ja, dat kon niet missen. Ik heb jullie noodkreet gekregen, want jullie willen heel graag iets doen voor jullie andere zus Marijke, hè? Ja. Ja, vertel eventjes, wat zou je graag willen? Marijke heeft twee dochters en die hebben al ongeveer 20 jaar geen contact meer met elkaar. Door een uit de hand gelopen ruzie. En dat kwam ook voornamelijk door een vriendin van Cindy. En ze woonden samen, Masha en Cindy. En die vriendin die kwam daar heel veel over de vloer. En er werd ook heel veel gerookt door Cindy en Nicole. En Masha die vond dat niet zo prettig ook. En Cindy deed ook heel weinig in het huishouden. En ene irritatie op de andere irritatie. En toen is het uit. Kan jij nog zijn wat ze uit elkaar gegaan? Zijn ze uit elkaar gegaan. Okay. Ja. De zusjes Masha en Cindy ontlopen elkaar dus al 20 jaar. De onderlinge irritaties van toen zijn nooit uitgesproken. En het contact is volledig verbroken. Hun moeder lijdt enorm onder die situatie. En toch is er nooit iets verbeterd. 20 jaar, het is zo'n lange tijd, hè? Is er in die 20 jaar nooit een moment geweest dat het misschien bijna goed kwam? Nee. Nee, mijn oudste broer heeft het ooit eens een keer geprobeerd en het is ook niet gelukt. Nee. Wat zegt dat van die twee meiden? Koppigheid. Ja. Dat ze toch niet willen toegeven, waarschijnlijk, aan die ruzie. Om te zeggen van, nou ja, het spijt me. Laten we eroverheen stappen. Ja. En laten we opnieuw beginnen. En laten we gewoon op een gewone voet verder gaan. En wat hopen jullie nou? Dat ze weer samen naar hun moeder kunnen gaan. En dat ze dus samen door een deur kunnen. En het hoeft heus niet alle weken. Maar zo 2-3 keer per jaar. Dat zou, en met verjaardagen. Met verjaardagen, en met reunies. En nog eens om de 2-3 jaar in een familiereunie. Dat Cindy dan ook kan komen met haar partner. Want die komt nu niet, omdat Masha komt. Ja. Dit lijkt een heel klein beginnetje, maar als dit al zou lukken vandaag... Ja, dan is het super. Dan is het super. Ik voel aan alles aan dat het echt niet niks wordt wat we gaan doen. 20 jaar lang, er zijn grofweg 2 mogelijkheden. Of we zijn gewoon echt te laat. Of misschien is het eindelijk is de tijd rijp. Laten we dat laatste hopen. En met die hoop gaan jullie de keuken in. Ja. En ik ga op pad. Ja, okay. Heel veel succes. Ik zal het nodig hebben. Succes. En we gaan het zien vanavond. Ja. Ja, het is wat, hè. Als je van de afstand bekijkt, denk je dat kan toch niet. 2 zussen die al een kleine 20 jaar totaal geen contact hebben met elkaar. En nou is het frappante dat ze wel werkzaam zijn in dezelfde branche, de reiswereld. En daarom dacht ik, ach, laat ik nou zo'n leuk koffertje meenemen met een bijzondere inhoud. Als eerste ga ik langs bij Masha. Zij is op haar werk en ik ben heel benieuwd of ze een beetje blij wordt van de verrassingsbestemming die ik haar te bieden heb vandaag. Dag mevrouw, ik moet naar de derde dekking. Je mag wat mij betreft naar de derde. Dank u wel. Hallo. Hallo. Ik ben Bert. Hoi, ik ben Masha. Masha, ik heb iets voor je. Heb je wat voor mij? Ja. Wat spannend. Ga zitten. Ik schrijf een beetje bij je aan. Ja, een flabbergasted. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Er zit niet heel veel in. Nee. Maar wat erin zit, dat is van bijzondere waarde. Oké. Wil je even kijken? Ja, tuurlijk. Maak hem open. Oké. Ja, de ene persoon waarvan ik denk dat het misschien zou komen is van mijn zusje, maar... Mm-hmm. Dat het daar vandaan zou komen? Ja, of mijn moeder. Ja. Je zit meteen in de goede richting, hoewel je niet helemaal correct zit. Het heeft natuurlijk wel alles met jouw zusje te maken. Ja. Ja. Want jouw zusje, Cindy... Ja, klopt. Die heb je al heel lang op zich.
Qua zus bedoel ik? Ja. Maar het contact is er al heel lang niet meer. Klopt. Nee, ik heb zelf begrepen een periode van... 18 jaar. Ja, dus echt bijna 20 jaar geleden. Wat is er gebeurd? Ja, dat ga ik nu niet allemaal vertellen. Nee. Het is haar keuze geweest dat zij zeg maar heeft besloten... zij geen contact meer wil hebben met de familie. Ja, dat is haar keuze geweest. Ja, dat is haar keuze geweest, ja. Goed, dan nu naar zus Sandy. En zoals gezegd, ook Sandy werkt in de reisbranche. Dus mijn niet onboekbare ticket voor een familiediner zou haar toch aan moeten spreken. Goedemiddag. Hallo, ik moet op de vijfde zijn. En uw naam? Ik heet Van Leeuwen. Ik ga hem even inschrijven. En ook hier zijn we na wat hulp van de receptioniste bij degene die ik moet hebben, Sandy. Bert, hi, Sandy. Hallo. Ik heb iets voor je. Ja? En dat wil ik je graag laten zien. Nou, ik heb begrepen dat hiernaast even rustig kunnen zitten. Het is hier. Nou ja, dat is prima. Wat mij betreft. Een dinerticket. Voor een familiediner, ja? Nou, jij hebt dus een ticket van mij gekregen nu. Ja. En die is waard één diner. Vandaag. En het is een familiediner. Ja. Dan snap je denk ik wel welke kant ik uit wil. Ja, naar familie neem ik aan. Ja, precies. Ja. Wat vind je ervan? Nee, ik wil graag weten van welke familie het is. Toen je jong was, ging je goed met elkaar. Ja. Zelfs zo goed dat je op een gegeven moment de keuze maakte om samen in één flatje te gaan wonen. Klopt. Hoe ging dat aanvankelijk? Ging het perfect. Ja, en wat is perfect? Het ging gewoon goed. Want twee zussen bij elkaar in een flat stoppen wil ook nog wel een risicootje zijn natuurlijk. Nee, dat hadden we helemaal niet. Nee? Had je een taakverdeling? Ja, we deden gewoon alles samen. Oké, dus de sfeer was goed? Gewoon goed, ja. Waar ging het goed en vanaf welk moment niet meer? Daar ga ik me voor de rest niet, wil ik voor de rest niet over hebben. Nee, maar er is een moment geweest dat het uit elkaar knalde. Ja. Ja. Wie heeft de beslissing genomen? Beide, denk ik. Dat is soms wel en soms niet het geval. Maar er is altijd eentje die zegt, joh, voor mij is het klaar nu. Bij wie was de druppel? Haar kant het meeste. Bij wiens kant? Mijn zus. Oké, zij heeft op een gegeven moment gezegd, voor mij is het klaar. Ja? Ja? Nou, dat is door haar vriendin gekomen. Ik kan uitleggen, zeg maar, Nicole was de poppenspeler en mijn zusje was de pop. Alles wat Nicole wilde, dat deed mijn zusje. Ik bedoel, ja. Ik denk dat zij er geen problemen mee heeft en ik heb er geen problemen mee. Dus ja, en dat zijn omgeving wel de problemen heeft, ja, daar kan ik niet zo heel veel aan doen. Maar waar heb je dan geen problemen mee? Het is al, wat ik zeg, het is al zo lang. En weet je, het is klaar voor mij. Het is gewoon, het is klaar. Ik weet niet hoe zij er voor de rest over denkt, maar als zij naar mij toe komt... Dus als Marcia zegt, joh, ik bij wijze van spreken, ik stap vanavond of morgen wel ook aan. Dan zeg je, joh, kom binnen, we gaan er rustig over praten. Nou ja, dat weet ik niet. Ik zal wel de deur open doen. Maar zo bruut ben ik nou ook weer niet. Weet je, we kunnen ook gewoon in één ruimte zitten, hoor. Dat is geen probleem. We gaan niet, vallen elkaar niet aan of zo. Nee, maar jullie gaan nooit tegelijk. Nou, je moeder ga je nooit tegelijk. Nee, maar ja, het komt ook zo uit. Zij woont in Alphen en ik woon hier. Wijs. En ik spreek niet af wanneer zij er is, nee. Nee? Nee, dat bedoel ik. Dus het komt niet alleen zo uit. Het wordt ook wel een beetje zo gepland. Ja. Toch? Ja. Dus je doet er op zich moeite voor om haar dan niet te hoeven ontmoeten. Nee, denk ik, waarom zou ik het opzoeken? Als niet nodig. Nee, ik vind het knap dat het al een jaar of 18 lukt. Ja. Ze heeft me gewoon laten zitten met de huur. En op een of andere dag zei ze van, ik kan het niet meer betalen. Nou ja, en dan zit je daar zo in een dure flat. Oh, wacht even. Ze is dus niet uitgezet door jou? Jij hebt niet gezegd van, joh... Nee, ze heeft zelf die keuze genomen om weg te gaan bij mij. En dat kwam bij jou als een donderslag bij helderheid? Natuurlijk. Nou, ik denk dat er iets tussen haar en mij. Dat hoef ik niet te vertellen, vind ik. Nee, maar zij weet dat. Ja, zij weet dat. Ze heeft naar jou toe iets naar uitgehaald toe wel, ja. Wat onvergeeflijk is. Naar mij toe wel, ja. Dat is echt iets heel ergs dus. Ja, dat vind ik wel. Maar goed, het is iedereen doet het voor anders op natuurlijk. Maar ik vind van wel. Daarna is het dus ook nooit meer opgelost of uitgepraat tussen jullie? Nee, ze had geen behoefte aan. Heeft ze je dat te kennen gegeven? Ja. En hoe heeft ze dat gedaan dan? Via mijn moeder. Het contact tussen jullie liep via je moeder? Ja. Jullie communiceerden niet meer met elkaar? Nee. Wat weet je nog van elkaar dan? Niet zoveel. Maar hoor je via je moeder toch een beetje? Ja, via mijn moeder hoor ik wel dingen inderdaad. Dat, Vraag je naar je zus? Nee. Nee? Nee. Ze boeit je echt helemaal? Mijn vader was voor 99% doodverklaard en mijn zusje heeft niks van ze laten horen. Dus zover gaat het dus? Ja. Ja.
Maar dat is... Want ik ben er dan voor mijn moeder, dus dat heb ik niet zo heel veel met mijn zus te maken. Nee, maar je bent het met me eens dat je moeder, dat die er wel mee zit. Dus het zou voor haar natuurlijk... Ik denk, als je aan je moeder vraagt, wat is de grootste wens op dit moment? Wat denk je wat ze zegt tegen me? Ja, ik weet het. Dat jij en je zus... Ik heb ook tegen gezegd dat het niet haalbaar is en dat weet ze ook. Dat haar grote wens in haar leven niet meer in vervulling gaat. Ja. Zou jij het heel diep van binnen nog willen? Ik weet het nog niet. Nee, dat weet ik echt nog niet. Ik heb er voor de rest geen last van, dus ja. Je hebt geen moment dat je het jammer vindt? Ja, in het begin wel, maar op een gegeven moment groei je daar ook overheen. Er is een diner. Ik nodig jou er vooruit. En wil je, als ik zo meteen weg ben, er rustig over nadenken of jij het aandurft of wil, of ik weet niet hoe je het zelf ziet, om naar dat diner te komen? Nee, ik zal er wel heel goed over nadenken. Kun je op zich mij toezeggen dat je, als ik zo meteen weg ben, dat je er wel over na wil denken nog eventjes? Ja, ik wil erover nadenken. Vind ik heel wat. Nou, top. Het ondernemen van een verzoeningspoging is altijd een avontuur, maar vandaag, ik kan niet anders zeggen, is het helemaal spannend of die twee zussen na jaren weer aan één tafel zullen zitten. Hoe het afloopt, gaan we nu zien. Misschien zit je ook enorm aan te hikken tegen een poging om mensen in jouw familie na lange tijd weer eens bij elkaar te brengen. Weet je, als je niks te verliezen hebt, ik zou het gewoon proberen en ik wil je graag helpen, maar dan moet jij je wel even aanmelden. Doe dat vandaag nog via onze site, hetfamiliediner.nl, of even bellen 035 750 8282. En terwijl onze kok Prins samen met de aangeefsters Corrie en Rita de maaltijd voorbereidt, gaat de limo op weg voor een enkele reis familiediner. Intussen is ook zus Marijke, de moeder van de twee meiden, naar het restaurant gehaald. Alleen weet zij nog van niets. Hallo. Marijke. Dag Marijke, ik ben Bert. Aangenaam. Je bent hier naartoe gebracht. Ja, stiekem. En je weet niet waarvoor. Nee. Wie gaat het uitleggen? Wil u het zelf even uitleggen aan jullie zus? Ja. Nou, dat we het heel vervelend vinden dat je de laatste jaren zoveel van die vervelende jaren hebt gehad. Mm-hmm. En dat we willen dat Marcia en Sandy nu weer bij elkaar komen om jou nog een paar leuke jaren te geven. Dat ze weer samen bij je komen. Daar had ik nooit voor. Nee. Ik ga nog niet janken. Nee, ik hoop het niet. Maar doe ik dat voor je? Maar Rijke, ben je er blij mee? Ja. Ja, ja. Absoluut. En dan is de eerste limo in aantocht. Een goed moment om Corrie en Rita alvast een beetje bij te praten. Nou, Corrie en Rita, een lange dag voor jullie. Dat was het. Ja, en allemaal zeer spannend. De spannendste partij in dit conflict is... Sandy. Ja, ik heb met Sandy gesproken. Lang gesprek gehad met haar. Mm-hmm. Ze is, zoals jullie me al vertelden, redelijk resoluut in haar mening. Ik heb haar eigenlijk min of meer uitgeperst dat ze me beloofd heeft serieus na te denken. En wat haar beslissing is, gaan we dus als eerste zien wat Sandy betreft. Oké. Okay. En daar komt hij. Oké. Kom op. Hij is leeg. Dat heb ik toch niet gedaan. Er zit wel een briefje. Een heel verhaal. Nou, jij mag hem lezen. Lieve mama, Rita en Corrie. Zoals jullie zien ben ik er niet bij. Het was even schrikken, die camera voor mijn neus. Ik had liever gehad dat jullie mij hadden gebeld en dit privé had geregeld. Ik hoop dat jullie dit kunnen begrijpen en respecteren. Ik weet dat de bedoeling goed is, maar nogmaals, liever op een andere manier. Lief Sandy. Nou, dan moeten we het op een andere manier gaan proberen. Nou, Marijke. Ik verwacht het. Hi, Marijke. Hè? We gaan luisteren. Er lag een briefje in de auto van Sandy. Nou, dat ik. Lieve mama, Rita en Corrie. Zoals jullie zien ben ik er niet bij. Ik weet dat de bedoeling goed is, maar nogmaals, liever op een andere manier. Lief Cindy. Ja, wist je het al. Ja, weet je wel. Zo jammer. Ik vind het echt heel jammer. Ik vond het hartstikke lief. Ja. Dat was natuurlijk wel een beetje waar jij bang voor was al. Ja. Wat je inschatte. Ja. Maar goed, wij hopen altijd op kleine wondertjes op dit soort dagen. De limo is wel onderweg nu naar je andere dochter, naar Marcia. Oké. Okay. Ik vind het niet leuk dat jullie dat hebben gedaan. Ja.
Ja, lullig van de... Nou ja, aan één kant. Ze is heel stellig. Ja, zo zin. Ja, dat zei je al. Ja. Hoe dan ook, een flinke domper. Een succes gaat het niet meer worden vandaag. Maar alleen voor Marijke al hoop ik dat Marcia wel instapt. Nou zussen, een echte verzoening gaat het niet meer opleveren vandaag. Nee, vandaag niet. Hoe belangrijk is het voor jullie dat Marcia instapt? Nou, dat vind ik wel heel belangrijk voor Marijke sowieso. Dat een van de dochters wel toestemt. Ja, ook met Marcia heb ik gesproken. Even een paar dingen die me opvielen. Eigenlijk klopt jullie verhaal wel. Er is ooit iets misgegaan in de flat waar ze samen woonden. Waar volgens Marcia Sandy in één keer weggegaan is. Bovendien vindt Marcia het heel erg dat Sandy ook geen contact met hun vader meer heeft. Ja. Dat vond ze ook iets wat heel erg meespeelde. Ja. Uiteindelijk heb ik haar toch ook de keuze voorgelegd en haar geprobeerd duidelijk te maken dat het een kans is. Ja. En ik hoop dat ze deze kans pakt. Ja. Hoop ik ook. Ja, absoluut. We gaan het zien. Zeker weten. Oké. Z'n drieën, ja, kom op. Okay. Nee, ook niet. Erg vind ik dit. Is het dit ook? Oh, nee. Dit is wel dit het laatste ik wel, wat ik had ja, ja. Ja, ik vind het ontzettend balen, jongens. Ja, echt. Dames. Heel erg. Echt. Dat vind ik echt heel erg niet. Is het dit ook? Jammer. Heel jammer. Ja, het klinkt heel flauw, maar aan jullie heeft het niet gelegen. Jullie wilden niks anders dan dat ze bij elkaar komen. Ja, absoluut. Maar mensen hebben een eigen keuze en blijkbaar hebben ze vandaag een beslissing genomen. Ja. Die we ook hun moeder moeten gaan vertellen. Ja. Ja. Kom op. Oké. Ook niet. Dit hadden we niet verwacht. Dit hadden we niet verwacht. Nee, echt niet. Dit had je niet verwacht. Nee. Jullie allemaal niet. Nee. Maar blijkbaar hebben je dochters allebei in ieder geval de beslissing genomen om vandaag deze keuze niet te maken. Mm-hmm. Ja, ik had een Marcia wel verwacht. Ja, ik ook. De teleurstelling is groot, zelfs geen briefje. Daarom neem ik een ongebruikelijk besluit. Sandy heeft nog een briefje neergelegd, heeft er iets van ze laten horen. Marcia helemaal niet en dat zat me niet lekker. Nee. Dus ik heb nog contact gezocht met haar. Mm-hmm. En ik ga jullie iets laten horen. Wat zij tegen jullie wil zeggen. Lieve Rita, lieve Corinne, uiteraard mama. Corinne Rita. Onwijs bedankt dat jullie hebben geprobeerd om een poging te wagen om Sandy en mij naar tot elkaar te brengen. Ik waardeer het onwijs en ik hoop dat jullie ook begrijpen dat ik beslissing heb genomen om niet te komen. Maar zoals jullie weten, vaak genoeg heb ik geprobeerd om tussen Sandy en mij weer contact te krijgen. Maar Sandy is degene die zeg maar ontloopt. Ik vind het ook heel moeilijk om dit bericht in te spreken. En ondanks alles hou ik toch ontzettend veel van jullie. Veel liefst, Marcia. Ja, zo is Mars. Is nu alle moed helemaal verloren? Nee, absoluut niet. Nee? Ik heb het nooit verloren. Maar hoe zie je dan de toekomst? Nou, dat ze weer met z'n tweeën omgaan, toch? Die hoop hou je vast? Ja. Ja? Nou, ik hoop van harte en ik gun het je. Wel voor de tijd dat ik het plan heb. Ja. Ja, duidelijk kan je niet zeggen. Ja. Waar drinken we op? Op de hereniging van Marcia en Sandy. We doen het. Leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Wil je meer zien? Vergeet je dan niet te abonneren. En reageer. Vinden we altijd leuk als je dat doet.